En verder in het nieuws vandaag. You need a ride. Onrust over het schooladvies. Middelbare scholen willen toch CITO-scores. You expect me to believe that shit? En een soort Oscar voor YouTubers. They decide to go camping right after I let my mom off about it. He argued that all of life is one great coincidence. Goedenavond. Feyenoord-supporters hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma van zwaar huis gehouden in het centrum van Rome. Gisteravond waren er opstootjes met Feyenoord-supporters op het Campo de Fiori. Maar vandaag was het laat in de middag helemaal raar bij de Trevi Fontein en de Spaanse trappen. De politie trad hard op. In totaal zijn meer dan 50 supporters opgepakt. Ze kunnen rekenen op zware straffen. Onze ooggetuigen begonnen de rellen toen supporters een vuurwerkbom tussen agenten gooiden. De strijd speelde zich af rond die Spaanse trappen. Dat is een toeristische trekpleister in het centrum van Rome. You caused me. You didn't need any help getting caught, okay? The neighbor ID'd you. Supporters hebben veel vernielingen aangericht. Ook aan een net gerestaureerde fontein aan de voet van de Spaanse trappen. Bij de rellen van gisteren zijn 33 supporters opgepakt wegens vernielingen en openbare geweldpleging. Drie van hen zijn veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden. Twee hooligans troffen een schikking, kregen daardoor een boete van 40.000 euro. Somebody is who may have worn the in Rome, correspondent Rob Zoutberg, hoe is het nu? Ja, het is nu rustig uiteraard bij het stadion. Eerste helft voorbij. Rome staat trouwens voor op dit moment met 1-0. Politie houdt gewoon nu de vinger aan de pols. Want straks moeten weer duizenden Rotterdammers het stadion uit. Dat moet in goede banen worden geleid. Het is een absolute chaos rond het stadion. Het is helemaal afgesloten voor autoverkeer. En dat levert nog een keer extra problemen op. En dan zijn er natuurlijk nog problemen in de binnenstad. Waar ook honderden Feyenoord supporters rondlopen die geen kaartje voor de wedstrijd hadden. Die toch hier naartoe kwamen. Ja, en ook die mensen moeten in de gaten gehouden worden. Hoe kwam het nou dat het zo uit de hand liep? Ja, veel mensen hier naartoe gekomen, wat ik net zeg, ook al hadden ze geen kaartje. Maar ik heb ook veel Feyenoord supporters gesproken die zeiden, het is voor ons zo onduidelijk geweest waar we naartoe moesten. Het Campo di Fiori, waar je net noemt, waar heel veel mensen naartoe werden gestuurd. Er was gezegd, dit is het Feyenoord dorp, daar kunnen jullie naartoe gaan, daar kunnen jullie drinken. Maar ja, Campo di Fiori is gewoon een dagmarkt voor toeristen, waar pasta en specerijen werden gekocht. En de supporters wisten absoluut niet wat ze daar te zoeken hadden. Kortom, het was voor hun ook heel onduidelijk waar ze nou terecht konden, wat een goede plek voor hen was. Er zijn er al zware straffen uitgedeeld aan de Feyenoorders van gisteravond, zou ik maar zeggen, die zich misdroegen. Wat staat Feyenoord en de Feyenoorders nog te wachten? Ja, we weten natuurlijk wat er gebeurd is in Nancy eind 2006. Toen is Feyenoord na rellen, na problemen met hooligans, onmiddellijk uit dat UEFA-toernooi gezet. Ik denk dat dat een van de mogelijkheden is waar UEFA ongetwijfeld naar deze roerige 48 uur naar gaat kijken. Rob Zoutberg, dankjewel. Een hoop onrust bij basisscholen en kinderen die volgend jaar naar de middelbare school moeten. Het schooladvies is inmiddels gegeven en dat moet bepalend zijn voor het soort onderwijs dat een kind kan volgen. Niet de CITO-uitslag dus. De toets zou te veel een momentopname zijn, is de redenering. De school kent het kind beter. Maar dat blijkt in de praktijk toch wat ingewikkelder. Want veel middelbare scholen nemen geen genoegen met alleen dat advies en trekken hun eigen plan. Soms zelfs tegen de regels in. Ouders hebben het idee dat de onzekerheid alleen maar groter is geworden. Een heel welkom aan alle kinderen van groep 8. Yeah. Samen met hun ouders in de aula van het nieuwe Eemland in Amersfoort wordt dit de middelbare school. En dan welke richting? Ik heb wel eerst getwijfeld, maar niet meer. Hij twijfelt nog wel. Yeah. Oh, that's it. Perfect. Pinstripe. Ik had laatst een gesprekje en was gewoon, Oké, I'm going to need your finest sea island cotton with a white club collar and French cuffs. Ja, doen wat je leuk vindt. Was het maar zo eenvoudig, want voor de juiste richting terugvallen op de CITO-toets kan dus niet meer. En de middelbare school moet uitsluitend afgaan op het advies van de basisschool. We hadden toch altijd al de afspraken aan de shirts, dat het advies van de leerkracht leidend is. We keken pas in tweede instantie naar de CITO. De leerkracht die maakt dat kind mee in de klas. Al 8 jaar bij wijze van spreken op de basisschool. Dus die heeft gewoon echt heel goed in de gaten wat een kind kan. Toch varen niet alle middelbare scholen blind op dat basisschooladvies. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam leggen sommige scholen het zelfs naast zich neer of eisen een extra test.
Wij zijn enigszins overvallen geraakt door het feit dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat het advies bindend moet zijn. Wij denken dat we met de afspraken die we hier hadden een uitstekende plaatsing zouden hebben kunnen realiseren voor ieder kind in Rotterdam. De schoolbesturen willen een discussie over het nut van de nieuwe richtlijn die ook in Amersfoort leidt tot wisselende reacties. We schreven het advies, maar ja, je ziet eigenlijk zo'n nummer eigenlijk. Ik was een CITO. Ik denk van ja, zie je, hij kan het wel. Of ja, je zult toch maar beginnen met HAVO-VWO. En dan kijken ze zelf wel of het VWO inzit. En ik denk dat het gewicht vanuit de school, vanuit de basisservice, voor de keuze voor een kind, voor de toekomst, dat het heel goed is, dat het wat zwaarder weegt. Op 1 maart moet voor ieder kind het schooladvies gemaakt zijn. Intussen krijgt de landelijke ouderaad steeds meer telefoontjes van ouders die zich afvragen of middelbare scholen zich aan de nieuwe richtlijn houden. Big deal. Wash it up. Het basisschooladvies moet het uitgangspunt zijn voor het voortgezet onderwijs. Dat stelt de onderwijsinspectie in een reactie. Scholen mogen wel informatie uitwisselen, maar niet het advies van de basisschool in de wind slaan. I want to go with the simple curling iron gel. Welke afspraken de scholen daarover hebben gemaakt. En geconstateerd dat de afspraken nog niet helemaal volgens Tony Curtis in Spartacus. Like the bad scene in Spartacus. En wij gaan er nu van uit dat scholen dat ook doen. Stop talking about it. Make me beautiful. Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer hierover met de staatssecretaris. Opgeblazen noemde de partijtop de publiciteit rondom VVD-Kamerlid Mark Verheijen vorige week nog. Maar Verheijen heeft nu wel zijn Kamerlidmaatschap neergelegd. In afwachting van een intern VVD-onderzoek naar zijn declaraties als provinciebestuurder. Gisteravond bleek dat een Limburgse ondernemer aangifte tegen hem heeft gedaan wegens omkoping. Het Openbaar Ministerie moet zich daar nu over buigen. Kortom, de VVD heeft zo vlak voor de statenverkiezingen een serieus probleem. Xander van der Wulp. Noemen ze het nog steeds opgeblazen? Anyway, nou, dat weten we niet. Ze zijn er in ieder geval niet officieel op teruggekomen. Bij de VVD is er vandaag niemand meer die wil reageren. En ze wachten allemaal totdat dat interne integriteitsonderzoek is afgerond. Het lijkt dus in ieder geval op dat ze iets voorzichtiger zijn geworden. Voorzichtiger dan bijvoorbeeld partijleider Mark Rutte vorige week, die de kwestie met die declaraties toen meteen opgeblazen noemde. Tot irritatie van veel mensen, ook binnen zijn eigen partij. Als je de afgelopen week een beetje terugspoelt, kan je wel zeggen dat integriteit binnen de VVD nog steeds een open zenuw is. De partij die de afgelopen jaren al vaker mee te maken had. De Noord-Hollandse provinciebestuurder Tom Hoijmaijers is veroordeeld tot 3 jaar cel wegens corruptie. Bekender is de zaak van de Roermondse wethouder Jos van Rij. In 2012 trad hij af wegens verdenking van corruptie. U kent mij. Do you have a minute? Ja, ik ben altijd recht door zee. Anderhalf jaar geleden trad Johan Houwers terug als Kamerlid. Toen bekend werd dat hij verdacht werd van witwassen, valsheid in geschriften en oplichting. De heer Houwers. Pijnlijke affaires voor de VVD. De partij wil schoonschip maken en stelt een integriteitscode op. En ja, wij zetten dus ook de standaard waar het gaat om integriteit. Als grootste partij worden wij daar niet te volgen, maar te leiden. Dat is onze taak. Maar vorige week komt Kamerlid Mark Verheijen onder vuur te liggen wegens onterechte declaraties. Dit zijn geen grote misstanden, geen onoorbare zaken. De partijtop neemt het direct voor hem op. Verheijen, wat hij onterecht heeft gedeclareerd, zal terugbetalen. That's... En dat het verhaal naar mijn gevoel erg is. I mean, that's my suit. Gisteravond right? wordt bekend dat een Limburgse ondernemer aangifte wegens omkoping heeft gedaan in de tijd dat hij nog wethouder that's was in Roermond. This is just straight up copy. Hij legt zijn Kamerlidmaatschap in voorlopig neer in afwachting van het interne VVD-onderzoek naar zijn declaraties en eventuele stappen van het Openbaar Ministerie. That's one way to put it. Xander, kun je zeggen dat de VVD-top met deze kwestie van hij een inschattingsfout heeft? You two are still friends. Right? Ja, dat kan je wel zeggen. Zeker als je ziet hoe ook premier Rutte de afgelopen 2 jaar bezig is geweest met integriteit binnen zijn eigen partij. Hij en ook fractievoorzitter Zijlstra waren veel te snel, veel te stellig over deze zaak. Want ook nu is het nog steeds niet duidelijk hoe ernstig de vergrijpen van Mark Verheijen precies zijn geweest. De VVD heeft eigenlijk de hele week een beetje achter de feiten aangelopen, kan je zeggen. Eerst waren ze dus heel stellig in de ontkenning, hoopten het zo uit de media te krijgen. Dat lukte niet. Toen kwam er pas een onderzoek. Ook dat was nog niet genoeg. En uiteindelijk heeft Verheijen dus afstand moeten doen van zijn Kamerlidmaatschap voor de tijd van het onderzoek. Allemaal een beetje
In de hoop natuurlijk om de rust in de publiciteit terug te laten keren voor de VVD. Want dit is niet het onderwerp waar ze met 4 weken de belangrijke verkiezingen over willen hebben. Enig idee hoe het gaat aflopen? Nou, dit gaat natuurlijk terugkomen zodra dat onderzoek klaar is. Dat kan al binnen 2 weken, dus tijdens de campagne. Yeah. Veel VVD'ers in het land die we vandaag spreken, die zijn in ieder geval blij dat de kwestie nu serieus bekeken wordt door de partijleiding. En ja, een conclusie die je sowieso kan trekken, wat de uitkomst van het onderzoek ook gaat worden, is dat het voor Mark Verheijen eigenlijk niet meer goed kan aflopen. Hij kwam naar Den Haag als een soort kroonprins binnen de VVD, een getalenteerd politicus. Maar dit zal altijd een smet op zijn blazoen blijven. En een goede, glansrijke carrière zit er niet meer in hier in Den Haag. Sander, dankjewel. I get this free every night. De afspraken uit het akkoord van Minsk blijven onverkort van kracht. Dat hebben leiders van Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oekraïne vanochtend ter voorbereiding afgesproken. Waarvan een wapenstilstand, belangrijk onderdeel van dat akkoord, lijkt nog lang geen sprake. Rondom de stad Donetsk waren vandaag beschietingen. En ook dorpen rond de stad Mariupol zouden onder vuur liggen. De pro-Russische separatisten zeggen dat ze die stad binnen een paar weken in handen hebben. Gisteren namen ze de Waldseren al in. En dat betekent uitbreiding van het pro-Russische gebied. Zij vieren de overwinning. Привет, Порошенко из России. Передаю тебе привет с Дебальцева. Я живой. Well, his head didn't actually explode, but you know, he didn't piss. Like, this won't end well for you, piss. Здоровы, скоро приедем. Скоро приедем. Жене, сыну, привет. This is serious. De strijd is hier bijna gestreden. Maar aan de Oekraïense kant bereiden ze zich alweer voor op een nieuw offensief. Hier gingen gisteren nog de vluchtende Oekraïense troepen overheen. En verderop worden de nieuwe posities ingenomen. De Balzovo is verloren, maar het Oekraïense leger plaatst zich in op de nieuwe grenzen. Waarom maak je dit persoonlijk? Dit dorp ligt nog volledig ontschonden. Het is completely and totally personal. Oh, no, it's not. Yes, maar sommige dorpelingen vragen het nu hardop af. Ik kan advertiseren, hè? Kan beschermen. What, do I have to clear everything past the great power? Yes, you can advertise, Jimmy, all you want. That billboard is not advertising. That is a declaration of war. A declaration of war. It's right at Hammond's exit. You know he drives by it every day. It's business. I'm building a brand. You're ripping off a brand. Уже надоело бояться. There is nothing original in that ad. It certainly doesn't represent Jimmy McGill. He fired the first shot. Okay, trying to keep me from using my name, my own name, Kim. Story made you do. Ну, Украина слабая по сравнению с Россией. Куда тягаться? You're better than this. I'm better than this. I'm better than this. I'm better. You are. Well, you're better than that schmuck Hamlin. Jimmy, you could work anywhere. You could be somewhere where they appreciate you. You know, where they see how valuable you are. Well, I don't know. Maybe they care about you. Aan de financiële eisen. Maar dat viel minder in goede aarde dan ze misschien hadden gehoopt. Het begon vanmorgen nog veelbelovend met dit tweetje van Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Grieks verzoek voor verlenging 6 maanden ontvangen. Kort daarna volgde de officiële brief van de Grieken met een toelichting. Centrale boodschap, wij voldoen aan alle financiële verplichtingen. Maar hoe, dat wordt uit de brief niet meteen duidelijk. De Grieken laten nog ruimte voor verdere onderhandelingen over de precieze afspraken met Brussel. Voor Duitsland is het meteen al duidelijk, dit is onvoldoende. We praten nog even door met Arjan Noorlander. Arjan, dat klinkt heel hard, de Duitse reactie. The next step is an injunction. You can't win this fight. Nou, toch wel wat genuanceerder, want je merkte eigenlijk toen die brief van die Grieken kwam een soort van opluchting. Dat de Grieken toch een behoorlijke stap richting de eisen van Europa wilden zetten. En je merkte ook wel dat er gewoon basis zou zijn om morgen bij die belangrijke vergadering tot een akkoord te komen. Maar toen kwam dat duidelijke nein van de Duitsers. En er zijn inmiddels ook wat gespreksdocumenten van vandaag uitgelekt van de inzet van de Duitsers morgen. En ze zeggen ja, het heeft eigenlijk helemaal geen zin om zo met de Grieken een verklaring op te stellen. Ze noemen het voorstel van de Grieken zelfs een Trojaans paard. Dus de Duitsers zijn heel erg hard, waardoor een akkoord morgen moeilijk lijkt. Maar ze komen wel, de minister van Financiën van Duitsland, Schäuble, springt in het vliegtuig en komt naar Brussel. Dus je weet het nooit, waar gepraat wordt kan een oplossing komen. Maar wat moeten de Grieken dan nog meer doen?
There are only so many fonts. Ja, ze hebben al een hoop gedaan. Het lijkt wel alsof ze over hun schaduw zijn heen gestapt en ze beloven om zich aan de Europese regels te houden. Ze beloven ook om de Europese controleurs toe te laten tot Athene om te controleren of ze zich aan de Europese regels houden. Maar er zitten ook, en dat zeggen ook mensen rond de Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, nog wel wat vaagheden in dat stuk. Wat wel wat duidelijker kan worden om te zorgen dat iedereen zeker weet dat die afspraken met de Grieken ook exactly like me. Your Honor, I feel like I'm in the mirror routine with Groucho Marx. Like we should be standing, waving our arms at each other. Maar of dat lukt is nu heel onzeker geworden door de opstelling van de McGill appears in both logos, which I believe Mr. McGill is hoping to further confuse potential clients. So I can't advertise under my own name now. I'm to be penalized because I happen to share a name with one of HHM's partners. You can't take my name from me. The name is not the problem, Mr. McGill. Mr. Hamlin certainly seems to take so. He wants me to change my name because he claims it's what, it's some kind of threat to his business? This is restraint of trade. Okay, whatever happens in free market, huh? No, Hamlin here wants you to tell me. De rechtbank wil meer duidelijkheid over de zaak. In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol zouden vandaag 6 verdachten verschijnen. Maar geen van hen kwam opdagen. In september is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De studenten die het Bungehuis in Amsterdam bezet houden, moeten hun actie beëindigen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in een kort gedeelte bepaald. Ze moeten om 10:00 vanavond weg zijn. Studenten zeggen dat ze zich er niet aan gaan houden. Het Bungehuis werd vorige week vrijdag bezet door studenten die meer zeggenschap eisen. Koning Willem-Alexander is gisteren en vandaag bij de Nederlandse troepen in Mali geweest. Zo'n 400 Nederlandse militairen maken deel uit van een VN-missie. Die moeten veiligheid en stabiliteit herstellen en de burgers beschermen. Well, let me give you my cell, just in case. De militairen voeren in Mali vooral verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. Britse gevechtsvliegtuigen hebben gisteravond 2 Russische bommenwerpers weggeleid. Ze vlogen vlak bij de Zuid-Engelse kust. Can I get the news desk, please? I got a hot tip. I just want to be the station that brought down Big Law. You could be like the reporters that brought down Big Tobacco. If I'm talking to Woodward and Bernstein here, hey, your expose on predatory ATM fees, that was wow. Well, it's a miscarriage of justice. And I think your viewers would be very, very interested and grateful to you for exposing this injustice. I wouldn't characterize this as a community health risk, but it's definitely in the community interest. Yes, HHM is a pillar of the community. Yes, the war is an important story as well. That's why this action is so egregious. Sure. Okay. Well, at least it's in the human interest. Are you kidding? It's lawyer pulls himself up by his bootstraps only to be ground under the heel of the old money megafirm. That's hearts and minds. Haar zwakbegaafde moeder keek weg, deed niets en is dus medeplichtig, zegt de rechtbank. Beiden kregen een hogere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. Dat eis naar haar oordeel volstrekt geen recht doet aan de aard en de ernst van de feiten. Overal in het huis zaten sporen van Daniela's bloed. Uiteindelijk is ze doodgeslagen met een honkbalknuppel. De rechtbank heeft vastgesteld dat hier een jonge vrouw afhankelijk was van haar ouder, van haar moeder en van haar stiefvader. In haar eigen woning op gruwelijke wijze is afgeslacht, afgetuigd, zoals de rechtbank dat heeft verwoord. Dat de moeder 8 jaar cel krijgt is logisch, zegt de rechtbank. De moeder is verplicht haar dochter te beschermen. Ze had op zijn minst een dokter kunnen bellen. Hulpverleners wisten van de problemen in het gezin. Zij zijn ernstig tekortgeschoten, luidde de conclusie van het inspectierapport. De jaarcijfers van Air France KLM zijn een stuk minder somber dan vooraf werd gevreesd. De boodschap van de twee is helder. De Fransen en de Nederlanders zijn weer dikke vrienden. Now get me. Me. No, not me. De twee topmannen willen vooral eenheid uitstralen.
Juist omdat ze de afgelopen tijd de nodige ruzie hebben gehad. Bijvoorbeeld over wie de kas mag beheren. Okay. See in the shot? No, dude, just go. You have some disagreement. It happens. Great. Waarschijnlijk is er meer aan de hand. De twee hebben duidelijk verschillen van opvatting over samenwerking. Is het wel boord? Ja, Jesus. Je zei 100 voor 1 uur, niet freaking 3. You clearly have a journalistic impulse. Er is een grens bereikt. Wij moeten vooral slimmer gaan opereren. En verder integreren. Count me down. Is weinig zin. In 5. De samenwerking heeft dus grenzen. KLM moet, met of zonder Air France, een hard gevecht leveren. We zien dat we in de tweede helft van het jaar tegenvallende resultaten hebben gehad. I'm James maar dat McGill. We de eerste helft van het jaar eigenlijk best heel like goed gepresteerd hebben. Toch is de luchtvaartanalyst wat teleurgesteld over de mededelingen van Air France KLM. Working in the courts ik heb as a public geen defender, nieuwe plannen gehoord. I represented those with nowhere else to turn. In Europa staan I believe in service. It's what I built my career on. But I've also had a dream. In nabije toekomst. A dream that many of us have. A dream to own my own business. Schiphol verbouwd. Air France KLM doet het niet. Naar de presentatie van de cijfers overheerst het gevoel van teleurstelling, met name over Air France. Dat is niet a met de plannen en initiatieven gekomen om de problemen het hoofd te bieden. Het gevoel bestaat dat Air France de hete aardappel voor zich uitschuift. De enige concrete bezuiniging bij Air France die er aankomt is een vrijwillige ontslagregeling voor 800 man grond- en cabinepersoneel. 24 hours after my billboard went up, a large law firm came after me. Sector. They said that I was hurting their business. They're rich, they're powerful. Zelfs het sociaal en cultureel planbureau zegt het nu. So who do you think the court sided with? Jongeren kijken vooral internet en nog nauwelijks tv. So now, TV-producenten springen daarop in. Maar ook jonge YouTubers zelf. Down. Die komen nu met de prijsuitreiking voor de beste if they online fight, video's. They're gonna get a fight. Because I'm not giving up. Not... Holy shit! TV dude! The dude! Kijken tegenwoordig guy. Meer naar video-sites als YouTube. Dude, call 911. Yes, help. Yeah, yeah. Meisjes, maar wat graag naar haar beautytips kijken. Als het zo bij het dagelijks leven inmiddels, dat het volgens hem tijd is voor de prijsuitreiking voor de beste YouTube video's. Alles in dit moment. En daarom is het ook tijd voor de prijsuitreiking. Looking down. Not looking down. Now, it's about the eye. 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 It's about the deze jongens ooit op de tv verschijnen, dat weet ik zeker niet, zeggen ze hier. En op een van deze YouTube-sterren, de Dinda de Koen, een aflevering duik van de sir, I'm right here! Langs Noord-Oost naar de bijkomen. Vanavond is dus eerst het westelijke kustgebied aan de beurt. Maar die neerslag trekt langzaam richting het oosten weg.
In het oosten zijn er eerst nog opklaringen. Daar kan de temperatuur vannacht nog net zo rond het vriespunt uitkomen. Maar later loopt de temperatuur daar weer wat op als die bewolking wat dichterbij komt. En verder staat er vrij veel wind, vooral in de kustgebieden en ook boven het IJsselmeer. Morgen trekt de regen langzaam richting het oosten weg. Dan kennen we even wat drogere periode gedurende de dag. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. De wind neemt af in de loop van de dag en die gaat langzaam naar het zuiden draaien. En morgen, u ziet het, is vrijwel overal een graad of 7. En heel veel zon, niet overal. Het zal af en toe een beetje tevoorschijn komen. Zaterdag dan. Dan hebben we buien in de verwachting zitten. Met soms wat natte sneeuw, misschien ook wat hagel. Maar het zijn buien, dus de zon schijnt ook. En zondag lijkt een aardig droge dag te worden met geregeld zon. En ook dan is het 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. Het was belangrijkste nieuws. Feyenoord supporters hebben huis gehouden in het centrum van Rome. In totaal zijn meer dan 50 supporters opgepakt. Sommigen hebben zware celstraffen en hoge boetes opgelegd gekregen. Een nieuwsuur vanavond. Waarom is het zo misgegaan met de uitbetaling van de PGB-salarissen? De Sociale Verzekeringsbank was gewaarschuwd dat hun computersysteem het niet aankon. De rook komt er wel vanaf. Het is een smoking gun. Op twee redenen. Als je het rapport met enigszins deskundige ogen leest, dan denk je van nou, dit gaat nooit afkomen. Dat dus om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2. Nog heel fijne avond verder.